President Desi Bouterse heeft in zijn televisietoespraak ook verscherpte maatregelen aangekondigd voor het oosten van het land. Zo is de brug bij Stolkerts-Eifert voor bewegingen van personen in beide richtingen afgesloten, met uitzondering van noodzakelijke diensten zoals de veiligheids- en gezondheidsautoriteiten. De land-, water- en luchtgrenzen blijven ook gesloten. Bouterse gaf aan dat de gezondheidsautoriteiten een dringend beroep doen op de gemeenschap om de mond en neus te bedekken indien men toch op straat moet gaan. Hoeft u niet op straat, blijf alsjeblieft dan thuis. Tana oso, noga strati. Legt u zelf een thuisquarantaine op. Suriname, de komende 2 weken zullen wij de grootste voorzorgsmaatregelen moeten nemen voor onszelf en voor elkaar. Zorg u dat uw weerstand sterk is door veel groente en veel fruit te eten. Zorg u dat u regelmatig uw handen ontsmet. Neem geen risico's. Voelt u zich grieperig? Isoleert u zichzelf en bel 178. Laten we allen extra zorgen voor de meest kwetsbaren onder ons. Het staatshoofd adviseerde de gemeenschappen van Marowijne en Sipaliwini en Nikeri om te allen tijde de rust te bewaren. Heeft u gezondheidsklachten, maak u dan contact met een medische post. De medische teams in het veld zullen u verdere instructies geven. Gaat u zich alsjeblieft niet verplaatsen en zo de kans op besmetting vergroten. Brananasa, we moeten samenwerken. We hebben elkaar allemaal nodig. COVID-19 discrimineert niet tussen leeftijd, sociale status of politieke kleur. Laten wij Suriname niet verdelen, maar tot elkaar brengen en onze kracht verbinden, zodat wij samen zorgen dat Suriname gezond blijft. Nogmaals benadruk ik, zowel onze gezondheid als de spoedige afwikkeling van de volkswil zijn onze hoogste prioriteit. Ik vraag u wederom om samen in gebed te gaan. Gado Nawifesiman. Tot zover president Desi Bouterse in een televisietoespraak. Hij deed tenslotte een dringend beroep op de bevolking om zoveel mogelijk thuis te blijven.